Welkom bij Vera D, beste armspieroefeningen met weerstandsband of elastiek. Dit is voor alle niveaus, omwille van je kan van licht naar zwaarder niveau gaan door de kleur van de rechtbank te veranderen. Rood is zwaarder dan groen, blauw is zwaarder dan rood en zwart is het zwaarste. Laten we starten. We beginnen met een armbuiging. Breng de band rond de voeten. Ja. En houd de band toch iets of wat gerekt. Niet los, maar toch een lichte rek. Ellebogen blijven op hun plaats. En de handen gaan naar de schouders. Ja. En we laten los. Handen gaan naar de schouders. Armen, buigingen, biceps. En naar de schouders. Twee. En terug los. Naar de schouders. En terug los. Deze oefeningen kun je zowel op een zitbal of op een stoel doen. En hef. Naar de schouders. Armen naar handen naar de schouders. En laat los. Handen naar de schouders. En laat los. Armen naar de schouders. En laat los. Biceps. Laat ze goed werken. Voel je niks na 10 keer van wat heb ik nu gedaan? Ik heb niks gevoeld. Dan neem je een zwaardere band. Dan neem je rood of blauw of zwart. En terug. En terug. Ellebogen bewegen niet. Bovenarmen bewegen niet. En terug. En los. En terug. Nog 5 maal. En los. 4. En blijf. En los. 3. Langzaam trekken. En langzaam loslaten. Langzaam naar boven. En los. En laatste maal. Naar boven. En los. We gaan nu de arm strekken, de chest press. We nemen de band op de rug, juist onder de schouderbladen. Ja? Handen naar beneden gericht, schouder, ellebogen op schouderniveau. En we trekken, strekken naar boven. De band blijft weer gestrekt. Als we terugkomen in beginhouding, is de band iets of wat licht gestrekt en niet los. Dus band juist onder de schouderbladen. En laten we starten. En traag strekken naar boven, naar voren. En terug. En duw naar voren. En terug. Borst, spieren. Daar zijn we aan het oefenen nu. En terug. Borst. En armspieren door naar voren duwen van de arm. En terug. En terug strekken. En traag loslaten. Ellebogen blijven op schouderniveau. En terug. En los. En terug. Duwen. En los. En duw. En los. En duw. En los. Zit je ongemakkelijk op de vloer, neem dan een stoel of een bal. En terug los. En nog 5. En terug los. Voel je niks, neem je een zwaardere band. En terug los. Naarmate de kleur donkerder wordt, naarmate de band zwaarder is, de oefening zwaarder. En terug los. En terug. Duwen. En los. En arm strekken. En los. En arm strekken. En los. De volgende oefening is zijwaarts spreiden. We nemen de armen en we strekken die voorwaarts. We laten de band niet los. Band blijft iets of wat licht gestrekt. Ja, en we gaan zijwaarts tot het volledig niveau.
schouderniveau, handen blijven op schouder en terug naar voren. En terug zijwaarts spreiden, de bovenste rugspieren en de schouderspieren. Wij zijn de bovenste rugspieren en de schouderspieren aan het trainen. En terug los. Ik heb voldoende met een groene band. De gele band is de lichtste band. Daar heb je het minste weerstand mee. Hoe donkerder, hoe zwaarder de weerstand. En terug. En terug naar voren. En terug strekken. En terug naar voren. En terug strekken. Altijd trage beweging met een rek. Zeer trage beweging. En terug naar voren. En terug zijwaarts spreiden. En terug naar voren. En zijwaarts spreiden. Naar voren. Nog 5 maal. En zijwaarts spreiden. Nog 4 maal naar voren. Houd de armen op schouderniveau. En strek. Je voelt de schouders werken. En terug. En strek. En terug. En strek. En terug. En strek. En terug. Laatste maal en strek. Blijf even. Voel je de schouders? De schouders werken al. En ik ben met een lichte band bezig. Met een lichte weerstand. En los. Draai met de schouders. Even ontspannen. Volgende oefening is het extern roteren van de arm. Ja? Breng het terug, de armen op schouderniveau. Ellebogen op schouderniveau. En we gaan de onderarm roteren en strekken. Dus dat is iets heel anders. Nu zijn we echt de triceps bezig. Ja? De achterkant van de armen. En terug strek. En traag loslaten. Laat de ellebogen niet zakken. En terug strek. En loslaten. En strek. Je voelt het in de schouders en de triceps. En terug loslaten. Heb je geen gevoel en zeg je, ik voel niks aan mijn spieren. Neemt een zwaardere weerstandband. Gaat naar rood, blauw, paars of zwart. En terug. Geel, is het te veel? Is het groene te veel? Laat het iets wat meer losser. Minder strekken. Of neem je een gele band. Ik werk ook met de gele band, maar meestal met de groene. En strek. En los. En strek. En los. Nog 5 maal. En volhouden. Strekken. En los. Strekken. En los. En strekken. Handen op schouderniveau. En los. En strekken. En los. En volhouden. En strekken. En los. Een van de beste oefeningen voor de armen. En los. En rusten. Schouder draaien. Andere kant. Schouder draaien. Nu gaan we de schouders doen. We gaan omhoog drukken. Maar hier heb ik geen weerstand. Dus de weerstand is de band onder mijn achterste zetten. Dus goed onder uw achterste. En dat gaat uw weerstand. Links en rechts moet gelijk zijn. Ja. We brengen de band zo naar voren op uw armen. We brengen de ellebogen naar achteren. Ja, ellebogen. Handen naar het scherm toegericht met de band tussen de wijsvinger en duim. En we strekken. 1. En terug laten zakken.
2 en terug laten zakken. Is de band voor, dan wil zeggen dat je armen te veel naar voren zijn. Je moet echt je armen naar achter brengen, dat de band achter je armen zit. Ja? En trek. En terug. De schouderspieren. En trek. En terug. Heel traag. En trek. En naar beneden. En naar boven. En naar beneden. Onderhoud uw weerspanband of elastiek heel goed. Hoe onderhoud je dat? Met gewoon babykalk, dan plakt het niet tegen elkaar. Het blijft soepel. Maar laat de band nooit ouder worden dan 4 jaar. Normaal gezien, als je de band krijgt van de fabrikant, heeft dat een houdbaarheidsdatum van 4 jaar. Normaal gezien moet de datum op de doos staan. Gaat nooit over de datum. Dus onderhoud je band heel goed. Zie je ergens een scheurtje in je band? Deze band nooit meer gebruiken. Want dan kan het zijn dat die band gaat scheuren. En strek. En naar beneden. Genoeg gepraat. We gaan verder met de oefening en strek. En naar beneden. En nog een keer. Nog 5. Ja. En 5. En naar beneden. En 4. Goed strekken. En naar beneden. En 3. Allee, volhouden. En naar beneden. En 2. En naar beneden. En laatste maal strek. En naar beneden. En laat. Nu gaan we roeien. Hoe gaan we roeien? We gaan ons voeten als weerstand gebruiken. Dus de elastiek op de weerstandband rond de voeten. Kruis. Kruis. De weerstandband. Ja. Lichte strekking. En we gaan ons armen, ons handen naast de romp brengen. Ja, en we laten los. We gaan dit ook verschillende malen doen. Band naast de romp. Handen naast de romp. En terug. Lauwrol. En roeien. En terug. En strek. En terug. En strek. En terug. Handen naast de romp. Heupen en terug. Heupen en terug. Heupen en terug. En strek. En laat los. 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 En strek. Handen naast u, naast de romp, naast de heupen. En laat los. En strek. Dat was de laatste oefening. En laat los. En strek. En laat los. Dit is de middelste en bovenste rugspieren, als ook de biceps. En laat los. En strek. En laat los. En naar achteren, handen naar de heupen. En laat los. 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 En trek. En terug. En roeien. En terug. En laatste maal roeien. En terug. Zo, dit was het met weerstandsband.
Nu gaan we strekken. Onze armen hebben goed gewerkt. We gaan strekken. We gaan eerst onze rug rondmaken. De onderrug en de bovenrug. Blijf rustig in- en uitademen. En strek de rug naar boven. Strek het hoofd naar boven. Zo hoog mogelijk. Uw nek wordt langer, 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 langer. En maak terug een ronde rug. En strek. Hoofd naar boven, hoofd langer, langer, langer maken. Oké, we strekken de schouders en de bovenrug. Strek niet naar boven, naar achteren, omlaag en dan naar voren. En met deze arm strek je verder naar voren. Een bijkomende strekking is kijk naar je hand en buig de kin naar de borst. Goed strekken. Heel de bovenrug en de schouders rekken. Ze hebben goed gewerkt. En laat los. Andere kant. Strekken. Goed strekken. We kijken naar de hand. En we buigen ons kin naar de borst. Geniet van deze strekking. We hebben hard gewerkt. Nog een paar keer in en uitademen. Ontspannen. En laat los. Breng de armen zijwaarts, duimen omhoog en strek naar achteren. Goed naar achteren. Ook een paar keer in en uitademen. Bedankt om met mij mee te doen. Leuk dat jullie er waren. En nu de duimen naar beneden brengen. Duim naar beneden en terug naar achteren. Zo ver dat je kunt naar achter brengen. De strekking van de armen. En echt naar achter drukken, 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 drukken. Armen hebben goed gewerkt. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en los. En draai met de schouders naar voren, naar achteren. Overdrijf de oefening. Je moet het zien draaien. En andere kant. En naar voren, van achter naar voren. Zo, dit was het. Als je het leuk vond, duimpje omhoog. En hopelijk zie ik jullie terug. Dag, tot de volgende.